President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 7 september 2024 overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de politie, brandweer en veiligheidsdiensten over salarisverhogingen en werkomstandigheden. Tijdens het overleg werden de uitvoering van loonsverhoging van 15% tot 5% en een extra 3500 SAD voor koopkrachtverbetering beoordeeld. Ministers van Financiën, Binnenlandse Zaken en Justitie waren aanwezig om de bespreekpunten te ondersteunen. De vakbonden gaven aan tevreden te zijn met de vooruitgang. De regering wil de principeakkoorden spoedig ondertekenen om voordelen voor de werkende klassen te realiseren. Het staatshoofd benadrukte het belang van stabiliteit en het behouden van een breed draagvlak voor de bereikte resultaten. Aandachtspunten zoals bevorderingen, toelagen en uitrusting zijn aangepakt. Het overleg tussen de partijen wordt voortgezet. Deskundigen van financiën en planning gaven schattingen over de kosten van de voorstellen. De regering blijft in goed overleg met alle betrokken partijen.